Hi allemaal! Nou, zoals jullie weten is het op dit moment een beetje grijs buiten. Het lijkt een beetje herfstig weer. We hebben ook vernomen dat de scholen weer begonnen zijn en dat de studies weer begonnen zijn. En ja, dat is leuk, maar ook wel droevig. Ja. En we dachten, hoe kunnen we dit nou een beetje opvrolijken? We dachten met een beetje een luchtige video waar jullie hopelijk een beetje om kunnen lachen. Ja, we hadden zin om weer eens een challenge tegen elkaar te doen. Dus echt zus tegen zus. En om die challenge nog ietsje moeilijker te maken, maken wij het onszelf ietsje moeilijker. En dat doen wij met Tiny Hands. Dit zijn dus hele kleine poppenhandjes eigenlijk. En en dit zijn handjes die we eigenlijk een jaar geleden al hadden gehaald. Omdat we dachten, we gaan er een video mee opnemen. Toen is het er nooit van gekomen. En toen kwamen ze laatst weer tegen. En toen dachten we, dit is het moment. Dit is het moment om te spelen met deze kleine handjes. Het klinkt misschien een beetje raar. Het ziet er misschien een beetje stom uit. Maar dit is tegelijk gewoon ook heel grappig. Ja, het ziet er gewoon schattig uit. We weten zeker dat alles 10 keer zo moeilijk is met hele kleine handjes. Dus we dachten, we gaan de uitdaging gewoon aan. Wie zou er winnen? Dus in deze video gaan wij 3 verschillende rondes doen. En elke ronde is dus net ietsje anders. Het is ook op tijd, dus dat is dat maakt het altijd extra spannend. En wij zijn heel erg benieuwd hoe we deze rondes gaan doorstaan en wie er gaat winnen. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal als je nog geen abonnee bent. En geef hem ook alvast een grote duim omhoog. Of in dit geval een kleine. Oh, je kan niet beginnen. En hier beneden staat de abonneerknop. Druk erop, druk ook gelijk die bel mee. Ja, dus laten we gewoon gelijk beginnen, toch? Yes. Let's go. We beginnen met ronde 1 en dat is een toren maken van plastic bekertjes. Dus we hebben hier plastic bekertjes staan en het is de bedoeling dat we in 1 minuut, of in ieder geval krijgen 1 minuut de tijd om een zo mooi mogelijk en hoge toren te maken. Ja, dus ik hoop dat het lukt binnen 1 minuut. Als die niet volledig is, dan moeten we even gaan tellen en kijken wie het meest volledige torentje heeft gebouwd. Ja. Ik ben heel erg benieuwd of het goed gaat. Ik heb hier een telefoon om de tijd in te stellen. Dus ik ga nu eventjes 1 tiny hand loslaten. En de tijd instellen. Oké, 3, 2, 1. En de minuut gaat in. Ja. Wacht. Oeh. Oh nee. Ik heb er 20. Oh. Ik krijg ze niet eens van de stapel af. Ik ga sowieso. Ik ga best wel goed eigenlijk. Het is alleen moeilijk om dan die bekertjes van elkaar te scheiden, hè? Rustig blijven is key in dit geval, denk ik. Ik krijg ze niet even van het ding af. Daar! Nog steeds niet? Mag ik het gebruiken of niet? Ik mag het anders gebruiken. Dan liggen er echt serieus meer op de grond dan hier op tafel. Hey, pas op. Pas op, hè, bij mijn toren. Oh my god. Ja. Ik heb serieus 2 staan. Het is van geen toren. Hoe dan? Ik heb bijna een volledige toren. Ik kreeg ze van niet van die stapel af. En ze vlogen maar in het rond. En weet ik veel wat. Ik had niet eens door dat je zo ver was. Zo erg was met mezelf bezig. Ja, ik moet zeggen dat ik heel erg kalm was. En in volledige concentratie. En weet je, stress verpest dingen. Stress, ja, ik merkte op een gegeven moment dat je zeg maar hier aan moest zitten. En dan kan je ze zeg maar eruit krijgen. Maar dat duurde blijkbaar een minuut voordat ik het door had. Hoe dan ook, ik heb gewonnen. Volgende ronde hebben we popcorn voor nodig. Je moet het wel met de tiny hands openmaken. Echt? Nee. Dat kan niet volgens mij. Nom nom. Voor de tweede ronde gaan wij kijken hoeveel popcorn wij kunnen opeten binnen 1 minuut. Het doel is natuurlijk om de hele bak op te kunnen eten binnen 1 minuut. Ja. En ik denk dat, zeg maar normaal, als je popcorn eet, dan is het best wel makkelijk. Misschien is het met tiny hands wat moeilijker, omdat dat, ja, je kan toch minder grote portie eten. Ik ben benieuwd of je het als schepje kan gebruiken, of want die handjes zijn vrij glad, dus alles glibbert er weer af. Ja, misschien, dus ik denk dat het, zeg maar, dat je dan wel wat rustiger eet normaal gesproken. Want je hebt gewoon minder om in 1 keer naar binnen te proppen. Ja. Laten we beginnen. Ik moet wel even mijn handen omdraaien, zie ik nu. Volgens mij klopt het niet helemaal. Klopt het? Nee. Even omdraaien. Ben je klaar om te eten? Yes, yes. Een eetwedstrijdje, daar gaan we. 3,
2, 1, start! Oh, wacht, dit is veel moeilijker dan ik dacht. Zo lekker. Oh, mijn haar. Oh. Volgens mij loop ik voor, maar volgens mij ligt de helft er ook naast. Oké, ten eerste, het was nog veel moeilijker dan ik dacht. Ik denk dat ik echt één popcorn per keer ongeveer ging doen. Ik dacht dat ik wel zo kon scheppen, maar oké, als je heel eerlijk moet zijn, dan lijkt het alsof jij zeg maar minder hebt, maar we hebben wel allebei heel veel ernaast liggen. Het is wel echt een close call. Want bij mij ligt iets meer op de tafel, maar ik heb minder in mijn bakje. Ik heb dingen op de grond liggen. Kijk maar. Dus ik denk oprecht echt een close call. We gaan de vlogcamera erbij halen. En dan mogen zij beslissen. Ja, want het is okay. Ik durf niet te zeggen. Oké, dit is wat Larissa over heeft in haar bakje. Ik heb niks op de vloer, eentje of zo, maar dit is in principe alles. En dan heb ik hier mijn gedeelte. Maar ik heb hier dus ook wat op de grond liggen. Dus we gaan even een poll aanmaken. Laat eens even weten wie jij denkt dat er gewonnen heeft. Want ik durf het eigenlijk echt niet te zeggen wie heeft gewonnen. Nou, voor ronde 3 hebben we de setup net ietsje veranderd. Want wat we hiervoor nodig hebben zijn opblaasballen en we hebben een hele grote mand. En we gaan gewoon in een minuut tijd zo vaak mogelijk de ballen in de mand gooien met natuurlijk de tiny hands. Ja, en het is wel zo dat degene die bij de mand zit, die moeten de ballen aangooien. Dus je moet de bal vangen en daarna moet je hem in de mand gooien. Ja. En als je hem niet vangt, dan moet je hem schoppen naar degene met de mand. En dan probeer je het nog een keer. Ja, dus het is vangen en scoren. Yes. Let's do this, toch? Ja. Komt ie. Start. Yes. Nee, ik moet even concentreren op rek. Oh. Nee, ik moet even rustig blijven. Maar 7 of zo? 7 nog? Oh, oké, had ik niet verwacht. Als ik goed heb geteld, waren het de 7. Ik ben helemaal uitgeput. Ready? Ja. Zit ik ook nog een beeld? Ja. Okido, start. Oh, wacht even. Oh, dit moet ik niet vergeten. Nee.
was echt zo slecht. Oh. Je durft er niet het pakje aan te nemen. Ik weet niet waar die blijft. Ik kan dit ook niet filmen, dan ziet hij mij. Dat kan echt niet. Ik heb nu ook al warm, ja. Ik heb het bloedheet. Letterlijk zweet op mijn voorhoofd, zie je het? Ja, een beetje shiny. We zijn er weer en ik heb het echt ontzettend warm, want sowieso, ik heb natuurlijk nu een trui aangetrokken en het is eigenlijk veel te warm voor een trui. En het was nogal actief net. Zoals je hebt kunnen zien, heb ik ronde nummer 1 gewonnen. Ik moet zeggen, het waren wel alle drie spannende rondes. Ja, zeker. Ja, we hebben echt een goede battle gehad dit keer. Maar ik heb dus ronde 1 gewonnen. Larissa heeft ronde 3 gewonnen. En ronde 2 weten we eigenlijk nog steeds niet wie er heeft gewonnen. Ja. Dus het blijft nog een beetje spannend. Want het ligt nu echt in jullie handen wie van ons twee heeft gewonnen. Ja, dus laat ons vooral eventjes weten in de comments, in de poll, waar je het ook wil laten weten. Laat ons weten, heeft Taan gewonnen? Heb ik gewonnen? Is het een gelijkspel? Dat kan allemaal blijkbaar in YouTube-land. Wie er ook gewonnen heeft, ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Het was zeker een challenge. Nou, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie van deze video vonden. Dus laat eventjes een reactie achter. Geef me ook meteen een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En laat ook eventjes weten of jij nog een andere uitdaging weet die we zouden kunnen doen met deze kleine handjes. Want we zijn wel heel erg benieuwd daarna natuurlijk. Vergeet ook zeker natuurlijk niet om je te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. Hebben we dat wel gedaan? Super gezellig. En druk dan meteen ook eventjes op dat belletje. En dan willen we je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zien we je heel snel weer in de volgende. Doei! Doei. Hoe zwaai ik hiermee?